het nieuwe seizoen. We hebben het net gehoord, jullie moeten tussen plaats 8 en 12 eindigen. Is dat reëel? Het hangt vanaf wat er nog bij komt. Ik vind wel dat er nog er zeker nog eentje bij moet gaan komen en misschien wel twee. En dan is het wel reëel als iedereen fit blijft. En je bent er is geld voor één speler, is gezegd. Oké, maar ja, je weet nooit wat er gebeurt. De transfermarkt is nog lang open. Als je de eerste twee niet goed doorkomt, dan kunnen er altijd nog dingen gaan gebeuren. Maar als iedereen gewoon fit blijft, dan hebben we wel een leuke groep. Maar proef ik toch een beetje uit jouw woorden dat je die 8 tot 12 plaatsen een beetje te hoog gegrepen vindt op dit moment? Nou, dat weet ik niet. Ik vind persoonlijk dat er nog eentje en misschien wel twee bij moet gaan komen. En als er nog en als het jongens zijn wie meteen eredivisie ervaring hebben, dan kunnen we om die plaatsen meedoen. Ja, en je bent afhankelijk van de fitheid van de selectie. Als iedereen gewoon fit blijft, dan hebben ze nog steeds een hele leuke groep. Alleen, er moet niet al te veel gebeuren. Ja, die selectie is heel erg krap. Bij blessures krijg je problemen. Ja, dan is de vraag of de tweede garnituur dat wel op kan vangen. Is dat jouw verhaal? Nou, een beetje wel. Kijk, die jongens hebben natuurlijk geen ervaring. Het is altijd moeilijk om meteen te staan. Dus dat is inderdaad wel waar ik zelf een beetje mee zit. Alleen ja, je moet jonge talent ook de kans geven. Als je nog ziet hoe Alex Schalke doet in de voorbereiding, dan is dat wel een compliment waard. Maar goed, de voorbereiding is natuurlijk wat anders dan straks het echte werk in de Eredivisie. Maar je moet jonge talenten ook de kans kunnen en durven geven. En op dit moment doen ze het goed. Alleen ik blijf erbij dat ik vind dat er nog wel één of twee versterkingen bij moet gaan komen om die plek 8 tot en met 12 te gaan halen. Er zou wat ervaring bij mogen. Ja, vind ik van wel. En welke posities denk je dan? Want ja, als ik naar het middenveld kijk bijvoorbeeld, ja, dat is nog redelijk overbezet. Ja, nou ja, kijk, dat is niet aan mij om dat in te gaan vullen welke posities. Ik denk dat Van As dat prima kan invullen. Alleen ja, nogmaals, ik vind er wel dat er nog één A2 bij moet gaan komen. Vorig jaar een jaar vol problemen. Ook een scheuring een beetje binnen de spelersgroep. Ik heb het idee dat jullie nu wel een vrolijke, leuke groep hebben die ook eendracht uitstraalt. Ja, iedereen is gewoon fris. Inderdaad, wat jij zegt, vorig jaar was er toch een beetje oneenigheid in de groep. En dat emmerde gewoon door in de prestaties. Op het veld, de club ging niet zo erg goed. Dus dat kon je wel duidelijk zien aan het einde van het jaar. En je kunt nu gewoon merken op de trainingen en in een bepaalde wedstrijd dat er wel een bepaalde frisheid is. En dat er veel beleving aanwezig is. En daar kun je ook ver mee gaan schoppen. We hadden het over ervaring. Nou, jij bent een ervaren speler en nu ook aanvoerder geworden. Dus jij zal een van degenen zijn die de kar moet gaan trekken. Ja, maar dat was vorig jaar ook al. En samen met een paar andere jongens. Dus daar verandert gewoon niet zo heel veel in. Je moet wat meer naar de voorgrond, wordt je wat meer getrokken. Maar ja, dat vind ik niet erg. Hoe gaat het met de Kaarsen? Vorig jaar deed hij natuurlijk samen met Gert Aandewiel de training. Ja, nu nog wel, maar hij is nu echt specifiek hoofdcoach geworden. Merk je daar enig verschil in nu? Nou, vind ik wel. Hij heeft een duidelijke lijn ingezet. En ik vind dat op dit moment gewoon heel erg positief. Hij is anders dan vorig jaar, of kan je dat niet zeggen? Ja. Ik heb het idee dat hij strenger is, dat hij er meer bovenop zit. Ja, dat klopt. Er zit een hele duidelijke lijn in. En hij weet wat hij graag wil. En dat straalt hij uit. En als een trainer iets uitstraalt wat hij graag wil, dan wordt dat ook overgegeven aan de groep. En op dit moment merk je dat gewoon erg. Belangrijk zal voor NAC zijn de competitie starten. En die zal goed moeten zijn. Ja, alleen toen we het jaar derde werden, toen hadden we ook een dramatische start. En toen gebeurde er nog wat in de transferperiode. En toen gingen we ook in één keer als een trein. Dus het zegt inderdaad wel wat, maar ook niet alles. Nog proficiat trouwens, hè? Dankjewel. Een dochter? Een dochter, een hele mooie dochter. En die heet? Jules.